Hele hoge vlammen, enorme hoge rookwolken. Ja, het was wel even heftig. Ja, de schrik zit er nog goed in bij de inwoners van Warmerhuizen. Die werden opgeschrikt door een felle brand in een SRV-wagen. Het waren eerst een paar enorme knallen. En toen kwam er binnen, roken we de rook. Dus ze stoven we naar buiten. En toen dacht ik eerst dat het huisjes waren. Ik kwam aanrijden, was een enorme rookwolk. En ik denk bij mijn eigen, ja, wat zal er aan de hand zijn? Toen stond Piet's kar in de brand. Ik had net een paar boodschappen uit de kar gehaald. En ik zette een Piet tot zaterdag. En ik kijk even om. Nou joh, dit brandweer en vlammen vlogen eruit. Piet rijdt al jaren met die kar door Warmerhuizen om boodschappen af te leveren. Hij is in de wijde omtrek bekend. Zeker, kennen we het al 50 jaar. Ja, zijn hele hebbenhouden zat erin en het was een hardwerkende jongen. En ik vind het zonde voor hem, het begroot me enorm voor hem. Hij deed natuurlijk verschrikkelijk veel, hij zat door het hele dorp heen. Hij kwam bij bejaardenhuizen, die hielp die mensen mee. Ik bedoel, daar kwam hij aan de deur. Ik vind het jammer dat het zo gegaan is. Piet die doet dan een heleboel, ook buiten het dorp, om voor... Die in de buitengebieden zitten. Bejaardenhuizen heb je helemaal. Ja, dat is natuurlijk nu wel vervelend dat die zonder zit. Voor die mensen is het helemaal vervelend. Ja. Want hij houdt ook een beetje de mensen bij. Hij weet ook alles. Weet je, als er wat is in het dorp, dan zeg ik, Piet, weet jij van wie dat huis verkocht is? Piet weet het. Die weet alles. Maar Piet laat het er niet bij zitten, denken ze in Warmerhuizen. Warmerhuizenders zijn vrij nuchter. En wij zeiden al tegen elkaar, nou, hij scharrelt wel weer een andere wagen op. En misschien komt hij zaterdag al wel weer met een andere wagen hier. Dat zou mooi zijn. Ja, dat gun je hem. Hè?